In Minecraft staat er in je instellingen onder render distance nog iets anders. Simulation distance. Maar wat is dat nu eigenlijk? Abel, dat ga ik jullie in deze video uitleggen. Simulation distance is de distance tot waar dat entities updates kunnen ontvangen. Een voorbeeld van deze update is bijvoorbeeld die schapen die rond bewegen. Dat betekent dat die schapen updates krijgen omdat ze aan het bewegen zijn. Dus stel, ik heb mijn render distance nu op 10 staan en mijn simulation distance op 5. Als er dan een schaap op 8 chunks van mij staat, kan ik die zien, maar dan blijft dat schaap stilstaan. En als, als er dan een ander schaap op 4 chunks van mij staat, dan kan ik dat schaap zien bewegen, want die is in mijn simulation distance. Ah ja, ik heb een klein foutje gezegd. Ik zei dat alleen entities geüpdate worden, maar het is chunks en entities die geüpdate worden. Mijn fout. Daar juist met mijn simulation distance van 5 bewogen de schapen helemaal niet. Nu staat mijn simulation distance op 10 en kunnen jullie zien dat de schapen aan het ronddraaien zijn. Dus de schapen worden dus wel degelijk geüpdate. Simulation distance is jammer genoeg enkel een feature op Java. Maar speel je nu op Bedrock en wil je weten hoe je je coördinaten moet aanzetten op Bedrock? Klik dan rechts. Daag!